Hoi alle, ik ben Tim en in deze De Mol video bespreek ik aflevering 1. We bespreken onder andere de beste mol-tactiek. Deze twee zijn waarschijnlijk niet de mol. En de mol danst heel erg subtiel. Om deze video te beginnen, de tiende kandidaat is natuurlijk een bekende Vlaming genaamd Matteo. Hij is een bekende acteur, maar helaas ook meteen niet de mol. Tja, haha, oeps, dat was natuurlijk wel een beetje van korte duur. Goed, deze aflevering was zoals altijd in de Mol België een super toffe eerste aflevering. Maar ook met een paar hele verdachte situaties. Laten we beginnen met de eerste opdracht. Toos en Lieselot kregen de speciale kans om een vrijstelling te bemachtigen. Dat roept bij mij eigenlijk meteen de vraag al op of de mol bij deze opdracht een vrijstelling zou willen verdienen. Ikzelf zeg hierop logisch nadenkend dat de mol juist zit bij een van de teams. Zodat je kan saboteren en de tijd natuurlijk uiteindelijk kan aanpassen. Je weet ongeveer als mol wel, kan je wel een beetje de tijd in de gaten houden. En ik denk, want uiteindelijk is natuurlijk ook gewoon gebeurd dat de teams veel te vroeg waren. Je hebt dan immers als mol ook meteen meer in het spel. En dat is voor de productie natuurlijk ook leuk. Om de acties van de mol in die opdracht ook weer te laten zien in de finale aflevering. Want stel je bent een mol en je bent een van die twee. Dan kan dus ook de kans bestaan gewoon dat je de hele aflevering niet meedoet. En dat betekent ook dat je meteen de tweede opdracht ook gewoon niet meedoet. En dat kost dan ook wel weer geld, zeg maar. Dan kun je dus als mol niet gaan saboteren en dan wordt er juist veel meer geld verdiend. Verder draagt in deze opdracht Ruben de zandloper. Een goede stille manier van de tijd bijhouden. Waarbij hij perfect kan mollen. Wat uiteindelijk dus waarschijnlijk misschien ook is gebeurd als hij de mol is. Want ze waren natuurlijk veel te vroeg. Hij kan bijvoorbeeld die zandloper even een keertje omdraaien nog een keer. Of nog een keer, of nog een keer. Of hij laat hem gewoon even stilstaan. Ook was er in het andere team nog verdacht dat Leila en Thomas snel doorliepen. Hiermee kunnen ze via de portofoon niks meer van informatie doorgeven aan de andere kandidaten. Verder valt het ook nog op dat Lancelot en Ruben totaal geen oog hebben voor het bordje met informatie voor het andere duo met de slang. Zelfs als Lancelot naast het bordje staat en met die spin in zijn handen, hoort hij nog niet dat Matteo ondertussen aan het bellen is. En dat is natuurlijk best wel verdacht als je het mij vraagt. Want de mol die weet dat natuurlijk, dat het bordje belangrijk is voor het andere team. En die denkt, ja, ik heb hem toch niet nodig. Even een tip tussendoor. De klok die te zien is in dit shot in beeld staat op 11:51. Als je in de aflevering dit tijdstip opzoekt, krijg je een shot te zien van Toos. Daarbij bestaat dus ook wel de kans dat toch nog een van deze twee de mol zou kunnen zijn. Nou, ook opdracht 2 was weer heel spannend. Hier viel mij vooral op dat Lancelot 2 keer in dezelfde dans een fout maakt. Logisch dat die danspasjes onthouden best moeilijk is natuurlijk. Maar dan alsnog is het best wel verdacht. Verder viel Comfort van het kort af en werd er €3000 niet verdiend. Natuurlijk moeten we ook kijken naar Thomas en Connie die dit mede hebben veroorzaakt. Zij deden in het laatste dansje een paar pasjes fout. En daardoor ging het spaarvarken natuurlijk ook weer verder naar achteren. Waardoor het voor Comfort veel moeilijker was om het spaarvarken te bereiken. En dit was ook de meest cruciale plek om geld te gaan verdienen. En dus ideaal voor de mol om hierbij natuurlijk te zitten. Oké, voordat de video verder gaat, willen jullie alsjeblieft abonneren op mijn kanaal hieronder. Het is gratis, kost geen geld. En als je het belletje aanzet, ben je elke week sowieso op de hoogte van de nieuwe De Mol België video's. Verder een goede hint gevonden door @mollejagers_2023 op Instagram. In de opdracht is te zien dat op de hoede van de kandidaten de letters ABC staan. Dit kan verwijzen naar een wiskundige formule ABC. En Connie is natuurlijk wiskundeleraar. In de derde opdracht, oftewel de eliminatietest van Lieselot, moet de mol wel meewerken. Want de productie wil Lieselot in de eliminatietest hebben natuurlijk. Wat hiermee opvalt is dat de mol dus eigenlijk best wel fanatiek bezig gaat zijn. Wat Lancelot dus ook doet. Hij wil vooral veel geld ophalen. En voor de rest zet Comfort hier in de voortzet om de sleutel te gaan vinden. En dan wijst ze in haar uitspraak, terwijl ze uitspraak doet, wijst ze ook naar de klok waar uiteindelijk de sleutel in zat. Connie vindt daarnaast de sleutel uiteindelijk. Ze ziet de sleutel zitten in de klok.
En dit maken dus 3 ideale molacties om in deze opdracht fanatiek over te komen als kandidaat. Verder dan ook nog even wat losse tips. In de caravan van Lieselot zijn een soort vormachtige dingen te zien. Die hangen aan de muur. Dit kunnen piramides zijn en dat kan dan vervolgens verwijzend zijn naar wiskunde. En wie geeft er les in wiskunde? Docent Cornie. In de opdracht met het koord valt op dat er een spaarvarken is waar geldmuntjes in gelegd moeten worden. Lieselot is slager en moet af en toe denk ik ook wel eens varkens slachten. Is dit een tip naar Lieselot als mol? Dan ook nog even Thomas. Thomas die zegt op een gegeven moment 103. En als je dit omdraait, dan kan je dit vertalen naar 301. En dat kan je dus, de 3 kan je een beetje gaan draaien. En dan staat er MOL, mol. Nou, Matteo ligt er natuurlijk uit. Hij was het kamermaatje van de bromans met Ruben. En ze waren dus veel samen. Gaf Ruben Matteo wat verkeerde informatie en ligt hij daarom uit het spel? Dan even de testresultaten. En hierin valt op dat er alsnog best wat kandidaten zijn die op Lieselot zitten. Ondanks dat zij afgeschermd werd deze aflevering. Verder verdenken Comfort en Ruben de afvaller Matteo, wat natuurlijk ook best wel opvallend is. Dan gelijk na de aflevering afgelopen zondag werden Lancelot en Ruben het meest verdacht door de kijkers. Dat zegt dan natuurlijk ook wel weer wat over de montage. En dan tot slot om deze video even af te sluiten, aankomende zondag om 8 uur precies is de 2e aflevering van De Mol te zien op GoPlay en Play 4. Ik zal wederom weer even live gaan op Instagram om de aflevering te bespreken, voor te bespreken, misschien ook wel na te bespreken. En daarnaast heb ik met Dinant en Kim deze week de podcast Procast weer gemaakt. En hierin bespreken wij de aflevering van De Mol van afgelopen zondag samen. En komen we tot best wel goede conclusies. En deze zal er ook elke week te luisteren zijn op Spotify en YouTube. Dan nu weer bedankt voor het kijken naar deze video. Abonneer zeker voor meer De Mol video's. En dan zie ik jullie natuurlijk de volgende keer weer. Laters.